Mijn naam is Patrick Koopmans en ik heet uh, ik je welkom bij Pet Talk nummertje 2. De Pet Talk is afgeleid van de Ted Talk. Ja, ik vond de naam wel erg leuk en ik, uh, ik dacht, we geven het gewoon die naam. Even terug naar het onderwerp: Hoe zou de wereld eruit zien als we minder oordelen over andere mensen? Ja, en uh, de laatste uh, ja, weken ben ik best wel actief geweest op, uh, op LinkedIn. Ben ik al jaren heel erg actief op LinkedIn en ben je nog geen connectie? Ga dan naar, naar LinkedIn, Patrick Koopmans of Sixa Leadership en, uh, en ga me volgen. Um, en wat je ziet op dit platform uh, is dat er eigenlijk. En eigenlijk is dat iets wat je niet alleen op dit platform ziet, maar um, eigenlijk in alle media. Of het nou social media is of uh, de landelijke media, radio, televisie. Uh, er is eigenlijk nergens meer ruimte om verschillende geluiden met elkaar te laten praten op een normale manier. En, uh, ik ben een tijdje terug heb ik de hashtag eenheid door verschil uh, ben ik gaan gebruiken. Uh, en dat kwam met name uit een inzicht uh, dat ik had hier uh, bij Koffietentje in Haarlem. was ik met uh, wat, uh, wat gasten aan het, uh, aan het kletsen over de dingen die er op dit moment spelen in de, in de maatschappij, in de wereld. Uh, in je eigen, eigen huis wellicht. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat je bijna altijd uh, iets vindt van iemand anders zijn standpunt. En dat misschien wel de enige manier is om een eenheid te worden in tijden zoals deze is oordeelloos luisteren uh, naar iemand die een verschillend standpunt heeft. En ik leg de nadruk op verschillend, want uh, uh, je ziet ook heel vaak anti- of anders, of andersdenkende. En dat is al een uitgangspunt waarin jij vindt dat datgene wat jij zegt, zeg maar juist is. En iets wat dan daarvan afwijkt, is een anti-geluid, of is een ander geluid. En uh, andersdenkend, antivaxer, uh, noem het allemaal maar op. En ik denk dat het verschillend is. Het is verschil. Het ja, is eenheid door verschil. Eenheid door verscheidenheid. En als je met elkaar... Um, of dat nou als leidinggevende binnen een bedrijf is... als teamlead... als ondernemer... als politicus... Uh, als mens... dat jij vanuit je eigen perspectief... je eigen realiteit hebt... en weet dat... Niemand dezelfde realiteit heeft als jij, want jouw realiteit is gevormd door alles wat jij in je leven hebt meegemaakt. Wat je misschien nog uit eeuwen daarvoor hebt meegekregen op, uh, op, op andere manieren. Mensen waar je mee om bent gegaan. Dus jouw realiteit is altijd anders dan de persoon die naast je zit. En wat je dus ziet is dat mensen die met een redelijk dezelfde realiteit uh, samen dan over de waarheid gaan spreken... Uh, maar goed, laten we eerlijk zijn: er zijn ook heel veel mensen die een totaal andere realiteit hebben. Die ook weer mensen vinden die uh, uh, een realiteitsblik uh, hebben, die ook relatief weinig afwijkt. Dus dan vind je samen je gelijk. En dat gelijk leg je dan het liefst heen over al die andere mensen die een andere realiteit hebben. En dan gaan we, gaan we spreken over de waarheid. Maar niemand kent de waarheid. Want de waarheid is, uh, is onbekend. De waarheid is niet. Je hebt wel je eigen realiteit. En uh, we denken dan vaak de mensen die uh, in de meerderheid zijn... met een bepaalde realiteitswaarheid. Uh, ja, dus realiteitswaarheid. Uh, dat nemen we dan maar aan als de waarheid. En alles wat daarvan te veel afwijkt... zien we dus als anders of als andersdenkende of als anti... En dit zie je ook heel veel in de media op dit moment. Dit zie je ook heel veel op de, op de sociale platformen. Zet dus een post waarin jij je eigen realiteit deelt. Zonder na te denken wat een ander daarvan zou vinden. Dus zonder filters hou je niet in. Nou kan je één ding vertellen, je gaat waarschijnlijk heel veel reacties krijgen. Uh, maar je ziet met name ook in alle reacties dat het voor 90% gaat over. Ja, maar ik vind dit. Dus we zijn aan het reageren op elkaar zonder überhaupt maar open te staan voor de realiteit van de ander. En dat is, denk ik, uh, dat is, dat is, uh, iets wat me erg opvalt op dit moment. Uh, en dan maak je een stap in de leiderschap. Leiderschap is denk ik ook, of het nou zelfleiderschap is van jij als persoon hoe je je door deze tijd heen uh, manoeuvreert of door je leven heen manoeuvreert of hoe je het ook wil noemen, uh, of je stuurt uh, teams aan, of wat je ook doet. Oordeelloos um, luisteren is wel de kracht op dit moment om de kansen te zien, ja door belemmeringen, die er, de beperkingen die er op dit moment zijn... Ja, dus, maar er zijn altijd beperkingen, maar de, de beperkingen die er op dit moment zijn... Eh, ontstaan er kansen. Um, maar als je je richt op de beperkingen... dan zie je de kansen niet. En als jij dus structureel bezig bent om andere mensen te vertellen... dat hun realiteit eigenlijk niet juist is, want hier en hier en hier en hier en hier en hier en hierom blijkt dat datgene wat jij zegt wel klopt. Ja, dan zit je dus in een soort van bitch fight met elkaar waarin je uiteindelijk allebei ja, heel veel kostbare energie verloren gaat. Terwijl je denk ik op het moment dat je oordeelloos luistert en de ander compleet in zijn waarde laat voor datgene wat hij als realiteit ziet, dan is dat prima. Dan is dat prima. Ook van het leiderschap gezien. Als jij leider bent van een grote organisatie... en je bent alleen maar bezig om je concurrenten te vertellen waarom jij zo goed bent... ga je het ook niet redden. Dan ga je het ook niet redden. En dat betekent dus dat jij je niet moet richten op de ander... maar je moet je richten op jezelf. Dus op het moment dat jij je stoort aan... Het geluid van anderen op bepaalde platformen. In de media, in de krant, op televisie, weet ik veel wat. Nou, dan heb je twee opties: je zet het uit of je leest het niet meer. Uh, je unsubscribe je, je gooit je telefoon weg, je haalt je appjes van je telefoon af. Je het abonnee van de krant als je die nog krijgt, die, 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 die stop je. Dan is het geluid weg. Uh, maar goed, vaak heb je nog wel de drang dat om anderen te laten weten wat jij dan vindt. Nou, die mogen daar ook alles van vinden. Want hun reactie is vrij aan, hun, aan hen om te geven. Het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. Je kunt je natuurlijk ook afvragen van... waarom irriteert het mij als andere mensen een ander geluid... en waarom vind ik dat ik dan zo nodig daar op die manier op moet gaan reageren. En, 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 en dan kom je echt wel bij de kern, denk ik... van waarom doet dit moment... Te winnen valt, dat is toch wel. Hoe, wat komt er allemaal in je hoofd? Wat zijn je, wat zijn je gedachten? Want, want kijk, we kennen het denk ik allemaal wel. Kijk, je hebt gedachten over iets en de gedachten worden ook vaak ingegeven door, uh, door je ego. Ja, want Je ego wil juist misschien wel dat jij uh, de confrontaties aangaat. Ja, want waar angst en onzekerheid is, geeft. Een confrontatie, hou vast, omdat er ook tegelijkertijd de mensen jou gaan steunen. Ja, je krijgt wat likes op een berichtje wie je post en dan ben je weer blij... en dan geef je, geef je het gevoel dat je toch gelijk had, et cetera, et cetera. Uiteindelijk heb je er geen zak aan natuurlijk. Maar je hebt je gedachten en vanuit die gedachten ontstaat een emotie. Ja. Ik denk dat zij wel allemaal zullen vinden van mij dat. Nou, en als ik dat dan denk, dan, uh, dan ontstaat er een emotie dat, uh, uh, dat maakt me wel boos... En uh, als iets mij boos maakt, geeft me dat een, uh, een gevoel. Ja, dus die emotie geeft mij een gevoel. En dat gevoel is dat ik uh, ja, best wel hoog op mijn adem kom te zitten. En dat ik opgewonden raak. En dat ik uh, 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 tot een bepaalde actie overga. Ja, en die actie is dus dat ik ga reageren. Ja, dus ik krijg een gevoel, of ik krijg een, een, een gedachte van... ze zullen allemaal denken dat. Of ze snappen mij niet. Of ze begrijpen het niet. Uh, Kijk, zijn reactie is op mijn post. Wat denkt hij wel niet? Nou, daar komt een emotie uit. En vanuit die emotie ontstaat er een gevoel. Dat gevoel uh, gaat zich uiteindelijk uit in een reactie. Ja, en ik hoef je dus niet uit te leggen, denk ik, wat voor een reactie er zal gegeven worden op het moment dat je op die, als je op die manier uh, in de wedstrijd zit. En uh, laten we dus even omdraaien. Ja. Ik heb een uh, post geschreven, ook uh, helemaal vanuit mezelf. En uh, iemand reageert daar ontzettend negatief op. En mijn reactie is: Wat fijn dat iemand, of mijn, mijn gedachte is: Wat fijn dat iemand dat zo goed heeft gelezen. Ik heb het stuk prima in elkaar gezet. Nou, en mijn emotie is dat ik trots ben. Uh, op, uh, op het feit dat mijn uh, artikel goed gelezen wordt. Want het gaat mij er helemaal niet om dat mensen het er mee eens zijn. Het, ik, mijn intentie was dat veel mensen mijn artikel zouden gaan lezen. Uh, zodat ze een ander inzicht krijgen. En dan mogen ze mee doen wat ze willen. Maar ik vind het wel fijn uh, dat, dat ik het gedeeld heb en dat de mensen wie er iets mee willen doen, dat ze er iets mee kunnen doen. Dus ik ben trots. Nou, je kunt je wel voorstellen dat de emotie... of het gevoel wat uit dat trotse, die trotse emotie komt... is dat ik... Nou, ik word er wel, wel blij van. Ja, ik word er blij van en ik vind het goed. Ik vind het leuk en ik word er zelfs vrolijk van... dat iemand mijn, mijn post zo grondig gelezen heeft... en daar ook gewoon een reactie op geeft. Wat gaaf, interactie, wat leuk. En, uh, en mijn reactie... Uh, of mijn actie in dit geval... Is uh, dat ik uh, iemand uh, bedank voor zijn reactie op mijn, mijn stuk. En uh, het enige wat je dus dan creëert, is dat iemand denkt: hè, huh, waarom uh, valt hij mij niet aan? Uh, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze iemand gewoon oprecht uh, dat heeft gedeeld met jou waar zij mee zit. En dat is ook prima. Kijk, dus je kunt van twee kanten uit dingen tot je laten nemen en. Op het moment dat jij verandering wil, als leider, als zelfleider, als mens, als uh, deelgenoot op een social platform. Als jij verandering wil creëren, dus je wil daadwerkelijk iets over de bühne heen brengen. Je wil in plaats van de beperking naar de kans gaan kijken. Je wil kansen creëren voor jezelf. Je wil kansen creëren voor anderen. Je wil dus geen beperking worden. Je wil geen beperking worden voor jezelf. Dan. Uh, dan is het goed om voor jezelf eens na te gaan wat jouw primaire gedachten zijn. Als je over dit soort platformen heen aan scrollen bent. Wat, wat, wat zijn de eerstvolgende gedachten die in je opkomen? Sta er eens bewust bij stil. Uh, probeer eens te zien. wat voor emotie het bij je losmaakt. wat voor gevoel het is en wat de reacties die je wil geven. En stel je dan eens eerlijk de vraag: wat draagt dit bij aan datgene wat ik eigenlijk wil bereiken? En dat is een heel proces, maar dat is wel iets wat ik, wat ik graag uh, wil delen in deze pet-talk. Ja, beperkingen geven kansen. Richt je op de beperkingen, dan zie je de kansen niet. Zie je de kansen niet. Richt je je op de beperkingen. En als je je richt op de beperkingen, eh, zul jij vaak in een negatieve, oordelende houding eh, de wereld eh, aankijken. En dan zul je ook andere mensen aangetrekken. Ja, want eh, de mensen die je aangetrekken, zullen ook waarschijnlijk eh, redelijk oordelend weer op jouw content reageren. En zo creëren we met z'n allen een kringetje. Eh, waarin uh, we geen stap verder komen. Nou, gelukkig zijn er ook heel veel mooie initiatieven. Dat ja, uh, is ook een oordeel, trouwens, want uh, alles, is, alles is prima. Maar er zijn ook initiatieven die vanuit positiviteit en toekomstperspectief met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld uh, Walk a Silent Mile, hashtag Walk a Silent Mile, van Unico van Kote en van Rob, uh, Rob van Garderen is daar een voorbeeld van. Uh, dat is een initiatief waarin in diverse gemeentes uh, op zondag op 5 voor 12 een rondje om de kerk, gemeentehuis, dan wel een ander democratisch symbool gewandeld wordt. Zeven rondjes, maximaal een uur. Het moet een hele grote kerk zijn. En tijdens deze Walker's Silent Mile uh, gaan mensen in gesprek met elkaar. Dus het is geen demonstratie tegen het systeem of tegen de huidige maatregelen of tegen hoe het gaat. Nee, we... we Mensen signaleren dingen. En mensen willen dat graag delen. Uh, daarin kun jij oordeelloos je verhaal doen. Uh, en het moet toekomstgericht zijn. Dus wat wil ik bijdragen? Wat, uh, wat wil ik bijdragen? Uh, wat zijn mijn ideeën? Uh, ik zie dit gebeuren in Nederland. Nou prima, kan ik niet veranderen. Ik zou het wel graag zo zien. En dit ga ik doen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat is natuurlijk universeel. Dat heeft niks te maken met de huidige tijd. Dat is eigenlijk gewoon als persoon zijnde positief in het leven staan... en willen bijdragen aan alles wat er in onze omgeving gebeurt. En als je dat kunt, dan denk ik dat we de beweging die met z'n allen in gang is gezet... welke kant je ook kiest, je hoeft ook niet te kiezen, er zijn geen kanten. Ja, er is... Uh, uh, er is slechts je eigen geloof dat datgene wat jij doet, dat dat, dat dat goed is. Ja, en. En iedereen is verschillend, dus iedereen zal er zijn eigen inzichten in hebben. Uh, wat ik wel mee wil geven in deze, en ik geef niet snel ongevraagd een tip of wat dan ook. Maar wat uh, mijn ervaring is, als je stopt met reageren op anderen om ze jouw verhaal. Beter te laten begrijpen en dan ook nog vaak ongevraagd, dan zul je zien dat er hele mooie gesprekken op gang gaan komen, die jou, maar ook de mensen om je heen, gaan ondersteunen in het zien van de kansen, in het vinden van de kansen, in het pakken van de kansen en uiteindelijk ook steeds mooiere dingen voor elkaar gaan krijgen. Ja, wat dan het mooie is, dat is voor iedereen verschillend. Dat is echt verschillend. Ja, de een, voor de een is het zakelijk, voor de ander is het uh, misschien een familiaire kring, privé, hobby, weet ik wat allemaal. Goede dingen voor de wereld doen. Uh, maar die dingen gaan ontstaan. Ja, en we zitten in een soort van vacuüm waarin we met z'n allen best wel uh, reactief aan het uh, communiceren zijn. En we moeten eigenlijk gaan communiceren vanuit. Belangeloos, gelijkwaardig en dan noem ik het nog een keer een uh, eenheid door verschil. Ja, dus uh, accepteer dat iedereen verschillend is, accepteer dat iedereen een andere mening toebedeeld is, dat iedereen daarin een, een verschillende achtergrond heeft, uh, verschillende ideeën heeft, verschillende wensen heeft, verschillende behoeftes heeft. En dat juist dat verschil. Dat we met 7 miljard, 8 miljard, weet ik hoeveel er zijn, allemaal verschillend zijn. En dat dat de eenheid is die we hier op deze planeet hebben. Al die verschillende mensen en samen zijn we mens. En eh, dan moet je niet gaan denken dat jij 7,5 min 1 persoon kunt gaan veranderen. Nee, dan moet je gewoon heel dicht bij jezelf blijven. En beseffen dat de ander anders is als jij. Ander jou misschien dingen wil laten veranderen of wat dan ook, dan mag je erover nadenken en dan zeg je dankjewel en hoef je niks mee te doen. Ja, dat is iets wat, wat mij eigenlijk al een paar weken een beetje in mijn hoofd rondwaalt. Ja, dus, dus, uh, inhoudelijk hebben we zoveel kennis met elkaar. Ja, als we dat nou eens op een respectvolle, gelijkwaardige manier met elkaar kunnen delen zonder te oordelen als iemand een keer een andere mening is toegedeeld. Wordt het nog mooier. Nou, PET Talk 2, dankjewel voor het kijken. Ja, dus voor de mensen die op Spotify nu luisteren, de PET Talk staat ook op het YouTube-kanaal. Linkje zit in de podcast erbij. Ja, dus uh, uh, check dat eens. Ja, en ben je een YouTube-kijker? Uh, dan kijk ik je nu even aan. YouTube-kijker, heel goed dat jij dit kanaal gevonden hebt. Uh, iedereen die op het YouTube-kanaal zit of uh, nog gaat komen, nou, abonneer je eventjes op het kanaal krijgen we meer uh, subscribers en meer subscribers betekent meer bereik dat meer mensen ons gaan vinden en dat vinden we leuk ja dus uh, thanks voor het luisteren en ik uh, wens je nog een hele mooie dag.